Yo, wat mensen, super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal GamesRule. En in deze video ga ik het met jullie hebben over de nieuwe map update in Fortnite Battle Royale natuurlijk. Fortnite is natuurlijk de game die echt geëxplodeerd is in de wereld. Heel veel YouTubers spelen dit nu en uploaden het, streamen het, wat dan ook. En de game is gewoon een wereldwijde grote game geworden. Het is echt een super sick spel. Ik heb natuurlijk... Mijn kanaal bestaat nu ook alleen maar uit Fortnite, puur omdat ik dat op dit moment het chillste vind om te spelen. Maar ja, Epic Games staat natuurlijk bekend om zijn vele updates in Fortnite Battle Royale, wat natuurlijk insane ziek chill is voor natuurlijk de game. Gewoon voor ons, dat wij gewoon steeds meer nieuwe ervaringen in de game kunnen opnemen. Zoals wat voor... Dus ja, dat is echt super sick wat Epic Games allemaal update. Fortnite had dus gisteren een super zieke tweet eruit gegooid. Trouwens, volg je me nog niet op Twitter, super dope zijn als je dat even uitcheckt. Linkje zal in de beschrijving staan. Wat ze dus hebben gezegd, Erik natuurlijk, die altijd de updates uitlegt op Twitter, die had dus uitgelegd wat er dus nieuw komt in de update. Zoals je nu hier ziet, zie je een nieuwe stad die links van de map gaat komen. Je ziet dus hier een motel en je hebt ook nog een autoslooplaats, of hoe je dat ook noemt, waar ze natuurlijk auto's vernietigen, kapot maken. Wat natuurlijk er super dope uitziet. Het komt allemaal aan de linkerkant van de map. Dus als je de map door midden streept, aan de linkerkant zal het komen. Ja, ze hebben gewoon een hele nieuwe sfeer aan de map gegeven. Gewoon meer lootplekken, wat super dope is. Want we hebben natuurlijk altijd last van retro als je daarheen gaat. Dat ook gewoon de hele map daarheen gaat. Of naar de grote steden in ieder geval. En dat ze het nu zeg maar een beetje uitbreiden met nieuwe grotere plekken om te landen, vind ik super dope. Want ik had daar altijd wel een beetje een hekel aan. Tijdens livestreams vooral, dan ben je weer snel dood. Omdat je, ja, je wilt toch die actie. Maar er zijn te veel mensen in de stadjes. Dus ze hebben het nu helemaal, ja, ze gaan het dus helemaal updaten. De stad ziet er ook heel sick uit. Je ziet ook dat het meerdere lage huizen zijn. Dus niet gewoon woonhuizen, maar echt een soort flatgebouwtjes. En ik zag ook, als je goed kijkt op dit plaatje, zie je een soort afdaling voor een soort tunnel of... parkeergarage iets. En we hebben natuurlijk ook altijd wel gehoord over die tunnel, dat er een ondergrondse tunnel kwam of zo. Ik denk dus dat het daar zit, maar ik weet het nog niet zeker. Dat moeten we dan gewoon legit in de update uit gaan checken. Maar, dus, maar de autoslooplaats ziet er ook gewoon sick uit met een vrachtwagen met heel veel ijzer wat je daar dus kan halen, denk ik. Want ik denk dat de auto's gewoon van ijzer bestaan als je ze sloopt. Je ziet een hijskraan. Je ziet gewoon al die auto's dus platgedrukt op elkaar gestapeld. En het ziet er gewoon heel sick uit. Het geeft gewoon echt een sicke sfeer. Ja, dus ik ben echt heel erg benieuwd hoe de nieuwe maps allemaal gaan spelen. Want het is natuurlijk een uitbreiding van de map, wat ik persoonlijk heel erg dope vind. En ja, de kerstevent gaat natuurlijk ook binnenkort weer weg. Dus de Christmas tree zullen gaan verdwijnen. Dus de 3, 2 of 1 kist die eronder liggen. Ja, dat is helaas wel weer jammer dat dat dan weggaat. Maar ja, dat is mij. Want je kan niet het hele jaar de kerstboompjes opzetten. Maar natuurlijk, deze fucking update wordt echt sick. Ik ben dus echt benieuwd hoe dit gaat gebeuren. Hoe dit allemaal gaat lopen. Hoe dit speelt en zo. Hij komt volgende week uit. En ze hadden dus gisteren eruit getweet. Dus ja, het komt de 19e januari komt de update waarschijnlijk. Ik heb geen idee hoe laat, maar de 19e januari. Ja, ik ben heel erg blij dat Fortnite zoveel update. Dit was niet een al te lange video, maar ik wou het gewoon even uitleggen. En ik wist niet of jullie het al gehoord hadden. Daarom maak ik even deze video. Maar jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet zeker een duimpje omhoog. Vergeet niet zeker te abonneren op mijn kanaal voor meer Fortnite video's. En dan zeg ik, tot bij de volgende video. Later mensen.